Alleen één ding wat ik weet is dat ik wel altijd... Oh! Nee! Oh mijn god! Ik gooi een Ender Pearl tegen de rand aan. Hey kijkers van mijn kanaal, de Stims. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skywars Challenge met mij. Vandaag had ik zoiets, of eigenlijk vandaag hoort Hunger Games Online te komen. Maar ik had zoiets van, weet je wat, we gaan challenges doen. Ik ben OP op de server geworden. En zijn hier nou serieus gewoon geen... Ah, kijk, cave gevonden. Ik wil zeggen... Oh jee, maar wat staat het geluid? Knijt is hard, man. Even kijken, ik ga het geluid ten eerste iets zachter zetten. Zo, beter. Mensen, welkom. Mijn challenge voor vandaag is, heb ik mezelf aangeleerd. Of heb ik eigenlijk voor mezelf gekozen. Ik ben heel aardig voor mezelf vandaag. Want mijn challenge voor vandaag is... Win met OP in het donker, 's avonds op deze nieuwe map. Nee, op deze biomes map. Alleen, hoe gaan we dit doen? Mijn tactiek is, bouw zo snel mogelijk naar het midden, otherwise you are fucking screwed. Want, om op deze map zo snel mogelijk te winnen, is het midden het snelst. En als je een Ender Pearl hebt, wat je kan krijgen met OP-kids te selecteren. Oh, pff. Ik schrik me altijd het apenzuur als ik geraakt word door een pearl. Oh, mijn freaking hell. Als het avond is en het zijn overpowerde kisten... die ik kan instellen natuurlijk, is het extra moeilijk om te winnen. Maar mijn doel is eigenlijk om inderdaad gewoon te gaan winnen. Ja, dat is het eigenlijk. Dus verder stelt mijn missie niet voor. Maar ik wil winnen met een overpowerde kit op een mooie map. Dus het liefst join ik, zoals jullie weten, te alle tijden Rainbow. Maar aangezien je ook YouTuber bent, moeten alle servers sneller laden, zeggen ze. Maar zoals je kan zien, val ik door de wereld, val ik op de map en komt alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht. Chest overpowered. Boom. Tijd. 's Nachts. Boom. Skywars settings. Oh, ik kan mijn glas veranderen. Roze natuurlijk. Mooi roze is niet lelijk. En dan kiezen we natuurlijk de set. Bomber. Go. Holy hell. Wow. Hoppatee, kijk, zo doen we dat. Dit is 1. Ik ben echt heel stil als ik me moet focussen. Alleen één ding wat ik weet is dat ik wel altijd... Oh. Nee! Oh mijn god, ik gooi een Ender Pearl tegen de rand aan. Ik had direct naar het midden moeten gaan. Oh, zo stom voor mij dit. Stom ik. Nou, op zoek naar een nieuwe Rainbow map. Nou, dames en heren, nog een poging. Poging 5.0. Voor de mensen die denken van, hey Vincent, volgens mij zit je niet thuis. Nee mensen, dat klopt. Ik zit bij Eva thuis achter de computer. En toen dacht ik van, hey, ik ga daar gewoon eens een leuke commentary opnemen. Ik begin eindelijk een beetje wat beter te worden. Oh, dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik me eindelijk wat beter voelde. Zoals je kan horen is mijn stem nog best wel redelijk zwaar. Het is nog niet helemaal perfect. Maar, hallo, ik wil OP. What the fuck? Hallo. Laat me stemmen. Laat me stemmen! Oké, ik neem gewoon blokkam in mijn inventory dan. De server bugt als de pest. Moet je dit zien? Ik kan gewoon alles. Hier, kijk. Hier, ik neem gewoon alles in mijn... Wow, please. Are you freaking kidding me? Kijk dan, ik kan gewoon zo doen. Ik kies dit. En... ik doe alles gewoon in mijn inventory. Oké, kies voor mij... overpowered op 's nachts met niks. Chicken. Oh ja, dit is leuk. We gaan gewoon... welke is het leukst? Hij of zij? Hij of hij? We pakken hem. You screwed, my friend. I will throw X directly on your face. 3, 2, 1. 1 uur later. Alles raak. You are screwed, my little friend. Nee, nu ben ik screwed. Fiets, ik heb het verkeerde gekozen. Oh, oké. Het leuke is, als je YouTube breekt, heb je ook een paar leuke tronkets. Ja, je kan er ook voor betalen. Alleen, ja, weet niet. Ik zou persoonlijk, als ik jullie advies mag geven, niet voor deze server betalen. Het is, nee, je moet gewoon hopen dat er een keer een leukere server komt. Alleen, ik zou hier persoonlijk niet voor betalen. Waarom? Omdat de server lekt als de pest. Echt als de pest. Je gaat er niet voor een server betalen die lekt. Waarom zou je daar in vredesnaam wat voor betalen? Ja, ik snap het niet. Maar is mijn advies. Wat je ermee doet, zelf weten. Ik zou er niet voor betalen. Nope. Maak er maar een mooie nacht van. Hoi, Psyduck. Psyduck. Kwak, kwak. Nou, kom erop, dames en heren. 5, 4, 3, 2, 1. Boom, 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 boom. Boom, boom. Ah, bijna niks goeds. Kom op. Ah. Kijk, dit is niet leuk. Ik vind het leuk om OP te hebben, maar dan wil ik ook gewoon eigenlijk direct naar de buren kunnen gaan. En nu kan ik niet eens pijlen schieten of zo, weet je wel. Kijk, nu heeft iedereen pijl en boog. Of niet. Daar heb je de eerste pijl al. Surprise, motherfucker! Heb ik haar pijl en boog? Hé, hey, hallo! Ik sta op de grond hier. Dank u. Ik krijg nu pas alle spullen. Dit is niet nodig. Of ben ik nu wel nodig? Nee, niet nodig. Niet nodig. Niet nodig. 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 Niet. Het heeft geen zin om spullen te verzamelen. Huh? Er zat een pijl en boog in haar hand. Waar? Hoe kan die pijl en boog nou weg zijn? Please, someone explain. Let me see where someone is. I see someone right over there. He is tried to be friendly against me. But I don't think I can trust him. You see? He's pulling something to me. Then I use my tactic. And I'm on his thing. And I am trying to kill him. The bitch was real. He say, don't. I'm friendly. But he wasn't. Bam. Oh, hier heb ik een pijlenboog. Doei. Dat is vervelend. Ja. Ik wou niet eens vechten. Nope, goed excuus. Zo vervelend dat je ook vocht, hè. Oh, punchboos moet je houden. Altijd. Behoud je punchboos. Dat is een wijze tip van Vincent. Notchappel, hebben we die? Yes, sir. We hebben het nu 2. Punchboos hebben we nou. Golden apples. Oeh. Komen we naar het midden, denk je? Even kijken hoor. Hebben we nou bouwblokken? Yes. Oké, daar gaan we. Ja, 3, 2, 1. Hop, hop. Zo. Hallo. Hallo. Nee! No! Oeh. Dat was mazzel hebben. Oh mijn god, ik gooi gewoon een Ender Pearl zo. Ik gooi zo'n Ender Pearl een diep gat in. Maar die sprong had ik wel kunnen halen. Alleen, ik vind dit toch wel een wat veiligere sprong. Nee. Oei. Oh mijn god, ik gooi weer een Ender Pearl. Oh, waarom schieten er geen pijlen? Hier, zie je? Daarom zeg ik niet betalen voor deze server. Kijk dan. Ik schiet al 3000 pijlen achter elkaar. Allemaal zijn kant op. En wat gebeurt er? Ik loop gewoon keihard vast. BAM! En zo word je gewoon uit je challenge video gegooid. Daarom mensen, het is leuk om er even op te spelen. Maar hopelijk komt er binnenkort een betere server. Ik ben er echt langzamerhand steeds meer klaar mee. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik vind het echt heel kut van de server. Echt heel kut. Jullie zien het. Ik word gewoon eruit gegooid. Midden in de challenge. Laatste van de 4 van de 24. Ja. Nou top, 25% kans om te winnen. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dus zoveel likes gaan we weer halen. Ik had echt zin in een challenge. Ik ben vanaf na dit weekend weer eindelijk thuis. Ja, na dit weekend ben ik eindelijk weer thuis. Kan ik eindelijk weer lekkere, goede, dikke, vette video's voor jullie opnemen. Mensen, zoals gewoonlijk, zeg geniet nog heel eventjes van jullie laatste 2 dagjes. Of zo van de kerstvakantie of 1 dag. En dan zeg ik tegen jullie altijd, ciao! Yo!